Elsie, Elsie, opa heeft de tent. We gaan hem opzetten. Waar is hij? Hij is daar, bij opa. Oh, wat hebben wij mooie tijden beleefd, deze tent en ik. Opa, hoe moeten die aan elkaar? Huh? Kijk zo. Hmm. En dan is er nog één lange voor de bovenkant. Hmm? Zo, hou hem vast, dan zal ik... nee, maar... niet zo makkelijk als ik me kan herinneren. Zo, nu zetten we hem overeind. Oh, ik herinner het me weer allemaal. Ik weet nog dat ik ging kamperen in donker Afrika. Afrika? Wanneer? Oh, heel lang, lang geleden. Ik was op expeditie in de diepste, donkerste jungle. Met dezezelfde tent. En op een nacht werd ik plotseling omringd door woeste, wilde dieren. Wat voor soort wilde dieren, opa? Oh, gewoon het normale soort. Groot en eng, met zulke tanden. Dus, wat deden ze? Oh, ze aten me op met laars en al. Opa? Wel, nee, natuurlijk niet. Wat je moet onthouden over wilde dieren... is dat ze meestal net zo bang zijn voor jullie als jullie voor hen. Toen ik ze om me heen zag staan, besloot ik ze te laten schrikken. Zo. Zo reken je af met wilde dieren. En nu gaan we kamperen. Opa. Zo, dat noem ik nou een tent. Wat is hij mooi. Oh nee, we zijn iets vergeten. Huh? Proviant. Het is echt geen kampeeruikje zonder iets te eten. Je hebt helemaal gelijk. Weet je wat? Ga de tent maar in, dan loop ik terug voor de proviant. Bedankt, opa. Oh, maar wel jullie ogen open houden voor wilde dieren. Ja, dat doen we. Je moet voorzichtig blijven als je kampeert. Zo, wat ben je aan het doen? Ik oefen. Wat oefen je? Berg beklimmen. Ik heb besloten dat ik bergbeklimmer wil worden als ik later groot ben. Ik dacht dat je astronaut wilde worden. Dat was gisteren. En eergisteren wilde je vrachtwagenchauffeur worden. Nu niet meer. Wij bergbeklimmers moeten ons een weg omhoog vechten door de vrieskou en bijtende wind. Huh? Het is niet koud. Het is heerlijk weer. Ja, maar... Maar goed, er zijn toch geen bergen in de buurt. Ooit misschien wel. Dag, Sue. Dag, Elsie. Tot morgenochtend. Hallo, Sue. Was het leuk op school? Weet ik veel. Zit je soms iets dwars? Hoe kan ik bergbeklimmer worden als ik groot ben? Als er geen bergen in de buurt zijn om te beklimmen. Ik dacht dat jij astronaut wilde worden. Dat was hiervoor. Nu wil ik bergbeklimmer worden. Misschien kunnen we. Weet je, toen ik zelf iets jonger was, heb ik ook regelmatig geklommen. Een paar heuvels op. Een niet al te grote. En een berg. Echt waar? Waar? Oh, maar hier en daar. Ik heb behoorlijk wat bergen bedwongen. En één keer zag ik zelfs een verschrikkelijke sneeuwman. Wauw. Wat is dat dan, opa? Een verschrikkelijke sneeuwman? Wel, ze zijn erg zeldzaam. Ze wonen in het Himalaya-gebergte. Waar de Mount Everest is? Precies. En ze zijn groot en hebben heel veel wit haar. En ze lijken een beetje op een heel lang mens. Wauw.
Maar ik denk niet dat ik er ooit een te zien krijg. Oh, je weet het maar nooit. Maar hou je ogen wel goed open. Wat? Gaan we berg beklimmen dan? Yep, naar de hoogste top van het huis. Pak de klimspullen. Juist zo. We hebben een complete klimuitrusting nodig. Maar ja, waar hebben we die ook al mee? Aha, een vlag. Die planten we op de top van de berg. Dan weet iedereen dat wij als eerste de top bereikt hebben. Wauw, die moet mee. En dit touw. Bergbeklimmers binden zich aan elkaar vast voor het geval er iemand valt. Oh, het is een gevaarlijke sport. Ja, nou. Straks zien we de verschrikkelijke sneeuwman. Sorry, Pok. Hier is een krantje, opa. Oh, dank je, Zoe. Opa, waarom krijg je elke dag opnieuw een krant? Ze zijn elke dag weer anders. Ze vertellen wat er allemaal gebeurd is de dag daarvoor, zoals wie er won met voetballen en wat er gaande is in de wereld. En hoe weten zij dat? Je hebt mensen die voor kranten werken. Dat zijn reporters. Ze gaan op zoek naar spannende verhalen. En die verhalen schrijven ze op en dan komen ze in de krant. Kijk, zoals deze hier. Botje blaft naar boeven. Dat is de kop. Een zin om je aandacht te trekken, zodat je door wilt lezen. Gisternacht werd er ingebroken in het museum. Toen inwoonster mevrouw Fiona Smeenders toevallig voorbij liep met haar hondje Botje. Toen de boeven het museum uitkwamen met een kostbaar schilderij, aarzelde Botje niet om ze tegen te houden, tot de politie de inbrekers kwam arresteren. Zonder Botje, zei meneer Anders, de museumcurator, had het museum een waardevol kunstwerk verloren. Maar dappere Botje heeft het gered. Wauw, goed zo, Botje. Ja. Oh, en zo staan er nog veel meer verhalen in de krant. Maar het belangrijkste verhaal, dat staat altijd op de voorpagina. Hé, misschien word ik later ook wel een... Hoe noem je dat ook alweer? Reporter. Ja, een reporter. Dat wil ik wel worden als ik later groot ben, oma. Och, maar je hoeft niet te wachten. Je hebt alleen een pen en papier nodig. En dan kun jij je eigen krant gaan maken. Vandaag nog. Ja, goed plan. De Zoekorant. Super. Mwah. Oh, Zoe. Voor je aan je krant gaat beginnen, wil je deze gebreide handschoenen aan Omi geven? Ga ik doen, oma. Zodra ik mijn reporterspullen heb gepakt. Zo'n haast, lieverd. Ik zoek verhalen voor de Zoekorant. Dat is mijn nieuwe krant. Oh, wat leuk. Nou, ik hoop dat je wat interessante...